Goedenavond, ik heb een vraag aan Frans Timmermans. Ik heb de eerste 2 jaar van mijn studietijd samen met een vriend in Amsterdam gewoond in een appartement van €1.850 inclusief per maand. En toen ons contract afliep, werd de huur verhoogd met €500 naar €2.300 per maand. Dat konden wij natuurlijk niet ophoesten, dus ik woon inmiddels alweer een paar maanden bij mijn ouders. En iets nieuws zoeken is eigenlijk onmogelijk. Hoe gaat u het woningtekort voor studenten en starters oplossen? Maar in de eerste plaats vind ik dat we weer volkshuisvestingsbeleid moeten voeren. Dus niet meer een woningmarkt. Maar wonen moet een recht zijn voor iedereen in dit land. En dat kan je alleen maar doen als je bepaalde hele strakke regels daaraan stelt. Dus we moeten als een dolle gaan bouwen. Dat is echt belangrijk. En ik vind ook dat we, daarin zullen wij elkaar echt wel kunnen ontmoeten. Dat we wel, als het om bouwen gaat, ook de regels moeten versoepelen, zodat we sneller aan de slag kunnen met bouwen. Waarom zegt u dat speciaal tegen Caroline van der Plas? Omdat ik denk mevrouw van der Plas en ik, als het echt moet, ook over het stikstofonderwerp samen een oplossing kunnen vinden. Dat bedoelde ik te zeggen, want we bouwen te weinig vanwege het stikstofproblematiek. Ja, dat denk niet. Ik denk dat we op dat punt. Oh. Nou, dat is alweer een goed begin. Ja. Mevrouw van der Plas. Ja. Dus dat is één. We moeten veel meer gaan bouwen. Twee, wat ik ook zie, ik was in Eindhoven van de week en iemand in dezelfde situatie als jij, net afgestudeerd, die woont in een heel betaalbaar, maar heel kleine soort studio. Die wil graag door, maar die kan niet door. Hè. Dus vroeger had je in de woningbouw, had je zeg maar wat een roltrap is. Hè. Dus je ging langzaam van heel klein naar steeds groter. En naarmate je inkomen groeide, groeide je ook door en kon je ook meer betalen. Dat is kapot, omdat er in een gat zit tussen de sociale huurwoningen en de woningen daarboven. Ja. We moeten van overheden eisen, van iedere gemeente, 30% van wat er gebouwd wordt moet sociale huur zijn. Dan breid je het volume uit, dan maak je het ook mogelijk voor starters om te beginnen. Dan kun je daarna doorgroeien naar een woning die je wel betalen kan als je inkomen omhoog. Meneer Timmermans, u zocht even contact met Caroline van der Plas. Volgens mij ging dat niet helemaal goed, maar we weten natuurlijk wel in Nederland dat er door het stikstofprobleem, dat zegt meneer Timmermans, wordt er niet gebouwd. We weten dat er op dit moment meer dan 400.000 woningen nodig zijn, 115.000 voor starters. En voor jou is het onmogelijk om iets te vinden op dit moment wat betaalbaar is. Nee, maar waarom was u het niet eens met meneer Timmermans? Nou, het wordt gewoon continu geframed vanwege het stikstofprobleem kan er niet gebouwd worden. Mensen in de bouwsector zelf zeggen, dat heeft heel andere redenen. Al voor de uitspraak van 2019, de Raad van State, hè, die zeg maar de stikstofwet niet technisch maken met de pasmelders, het stikstofprobleem aankaarten. Al voor die tijd werden er heel weinig vergunningen aangevraagd. Het bouwen wordt nu zo duur, mede door allemaal extra regelgeving wat er bovenop gelegd wordt. Plus je hebt te maken met een stijgende rente. Hè, dat mensen gewoon ook geen woning meer kunnen kopen. En dat geven mensen in de sector ook aan. En natuurlijk moet gebouwd worden, maar de mensen die bouwen, de aannemers, de vastgoedontwikkelaars, de projectontwikkelaars, die kunnen bijna niet meer een woning bouwen zonder dat zij er zelf op toeleggen. Dus zij trekken zich terug uit de markt. En daarom wordt er niet gebouwd. Dus we moeten serieus, dat ik wel echt even gezegd hebben, stop met dat frame koeien of huizen, want het ligt veel breder dan dat. En we kunnen gewoon een noodwet maken. Als het heel het land op het stikstofslot zit, maken we gewoon een noodwet, zodat Nederland van het stikstofslot Pieter Omtzigt, we weten nog niet wat uw verkiezingsprogramma is. Wanneer komt het nou eens een keer? Wanneer gaat u het publiceren? Dinsdag. Aanstaande dinsdag? Aanstaande dinsdag. Maar dan kunt u vast nu wel vertellen wat er in dat verkiezingsprogramma staat, zodat Timo en alle andere studenten in Nederland een woning kunnen vinden die betaalbaar is, of een huuretage. Wat is uw plan? Nou, terecht dat je die vraag stelt, Timo. Want tot ongeveer 25 jaar geleden was het in Nederland heel normaal dat als je afgestudeerd was, je een woning kon vinden, een vaste baan kon vinden na een proeftijd en niet al te hoge studieschuld had. En op al die drie punten moet er behoorlijk wat gebeuren in het land. Ja. Voordat je helemaal enthousiast wordt. Ik heb nog niet het plan gehoord van mijn. Nee, daar heb je. Misschien is het fijn dat je daar niet mee komt. Ja, dat is heel goed. Maar jij komt dinsdag wel bij de presentatie, hoor ik. Dus ik zal zorgen dat er een plek is voor je. Hartstikke fijn. En nu het plan. We hebben de woningbouw verwaarloosd, de volkshuisvesting. We hebben dus een verhuurdersheffing ingevoerd waar het enige land ter wereld dat een belasting had op betaalbare huurwoningen. Dat was een vrij bizar plan van het kabinet Rutte II. Dat is gelukkig afgeschaft. Maar er zal nu
meer dan 300.000 woningen gebouwd moeten worden door de woningbouwcorporaties. Wij denken dat er misschien nog wel 100.000 bij moeten. Dat zal een nationale aanpak vergen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Dat is en versnelde procedures en gemeentes die gedwongen worden. Als je ze kunt dwingen met de spreidingwet, kun je ze ook dwingen met het bouwen van betaalbare woningen. Daar ben ik van overtuigd. Dat zal ook een zekere grip op migratie moeten betekenen. Als wij nu 390.000 woningen tekort hebben en we hebben netto een migratie van 220.000 mensen. Dat betekent dat we elke 10 jaar, dit jaar waren er wat Oekraïners bij, dus laat het er 150.000 per jaar zijn. Als je dat 10 jaar doet, heb je 1,5 miljoen mensen erbij. U heeft het over expats, over studenten, over vluchtelingen. Expats, studenten en vluchtelingen. En overigens in die volgorde. En niet alleen de expats, maar ook de werknemers die wij van andere Europese landen hier laten komen en in bijvoorbeeld distributiecentra laten werken. Dat verdienmodel, daarvan moeten we zeggen, willen we dat? En het antwoord van mij is eigenlijk nee. Maar wilt u bijvoorbeeld buitenlandse studenten waar het van ritselt op de universiteiten in Nederland, ja, verbieden om hier naartoe te komen? Die kun je niet verbieden om hier naartoe te komen, juist, maar als u wilt weten wat we gaan doen. De expats, dat is ook iets wat de woningmarkt hier in Amsterdam volledig bederft. Die krijgen 30% van hun salaris belastingvrij. En op de universiteit is dat ook zo. Dus dat betekent dat de docent die als expat is 15-20% netto inkomen meer heeft dan de docent die naast hem zit die uit Nederland komt. En dat betekent dat hij dus veel meer kan betalen voor zijn of haar woning. Dat voordeel moet fors naar beneden. Gaat u het afschaffen? Ik ga het bijna afschaffen. Ik denk dat je het nog een jaar hebt. Want als iemand hier naartoe komt, dan zijn er extra kosten. Die mag je ook vergoeden. Het was zelfs zo erg, Twan, dat toen ik terugkwam naar Nederland na 10 jaar, ik zelf recht gehad zou hebben op de expertregeling. Ik heb hem niet gedaan. Maar het kon. Het kon. Maar het duidelijk is in uw verkiezingsprogramma staat dat dat... Die gaat naar beneden. Ja. Wat buitenlandse studenten betreft, dat was een tijdje geleden, waren dat ongeveer 10% van de nieuwe studenten aan de universiteit kwamen uit het buitenland. Dat is in een paar jaar naar 40% gegaan. En het gaat nog veel erger worden, want we hebben de beurs opnieuw ingevoerd. En door een recente uitspraak van de rechter heeft straks elke student uit de Europese Unie die tenminste 1 dag per week hier werkt, en je kunt die echt werk vinden in Amsterdam op een terras of waar dan ook in de horeca, die heeft recht op een basisbeurs en waarschijnlijk ook een aanvullende beurs. Het gevolg daarvan is dat er volgend jaar een enorme instroom zal zijn. Dus of u nu vindt of niet, dat zal onder controle gebracht moeten worden. Anders is er voor jullie jongere broers en zussen geen plek meer op de universiteit, dus, want dan krijgen we hier veel te veel. U wilt dat die instroom, dat die vermindert.